En dan gaan we naar het smakeloze toe, het grote festijn, het grote feest. Hoe hebben jullie het kampioensweekend beleven, bezig? Ja, zoiets, ja? Het is echt verschrikkelijk. Ja, is het zo erg? Het is één groep Mongolen die rare dingen roepen. Dat is er komt geen zinnig woord uit en dan gaan ze dadelijk weer. Het is echt verschrikkelijk. Maar ze zijn blij, Johan. Ze zijn kampioen geworden voor de vierde keer. Oh, als ik blij ben, moet ik zo doen. Nou ja, ik heb jou eigenlijk nog nooit uitgelaten gezien überhaupt als je blij bent. Ben je wel eens blij? Het is toch prachtig voor die gasten? Ja. 26 keer gewonnen dit seizoen, Valentijn. Ja. Maar moet je dan raar gaan doen? Moet je dan raar gaan doen? Moet je kijken, leuk. Mart van der Heuvel, leuk. Ja, biertje erbij. Maar voor die mensen... Kijk, mevrouw ook een biertje. Schaaltje erbij, lekker man. René, jij kan hier toch wel mee leven, of zeg je nou... Ik kan er prima mee leven, Wilfred. Ik heb dit ook een paar keer meegemaakt. Nou, hoe deed jij dat dan? Nou, gewoon je eigen overgeven aan het moment. Je weet dat gaat gebeuren. Je gaat op zo'n rare kar staan en met een blik bier in je hand. En er zijn allemaal mensen om je heen die vinden het geweldig en die zijn razend blij. Maar dat is ook hetzelfde als met... Is het anders dan nu Totaal niet, jongen. Dat is precies hetzelfde. Er gingen ook mensen schreeuwen en ik ging ook schreeuwen. Ruud ging ook schreeuwen. En daarna ga je gewoon ergens in een of ander café. Ga je gewoon lekker wat drinken en dan... Maar kijk, dit is gewoon hetzelfde als Koninginnedag. Kijk, je kan zeggen, ik hou niet van Koninginnedag. Dan moet je niet naar Koninginnedag gaan. Maar als je dan toch gaat, dan moet je maar gewoon je eraan overgeven. Dat is wat ik deed. Ik gaf me gewoon over, stond ook zo te hossen. Ja. Is toch leuk, joh, die ene keer per jaar. Nee, ik weet het hossen. Niks mis mee, man. Jij hebt nooit gehorst op die keer met Frans Bauer. Ja, nee, maar dat was een verplichte hossen. Ja, als je ziet wat het... Die mensen, jongen, die vinden dat prachtig, jongen. Zo'n ding wat voorbij. Ja, maar je gunt het die mensen ook van harte, hoor. Absoluut. Maar ik ben verbaasd dat mensen kampioen worden dan rare gezichten te trekken, gekke dingen schreeuwen, ja, maar Johan, liedjes gaan zingen. Ja, maar kijk, ik kan overal wel verbaasd over zijn. Ik ben ook verbaasd over volwassen mensen die op een bus gaan slaan. Maar ik bedoel, ja, wat moet ik daarmee? Ja, ze zijn er schijnbaar. Die gaan een bus op staan wachten. Denk, ja, wacht je vrouw lekker op, joh. Ga lekker wat eten. Weet je, nee, maar... Ga niet slaan. Ga niet op die bus gaan slaan, weet je wel. Maar er zijn mensen die dat doen. Ja, moeten nee. Volwassen mensen in een platvloer talkshowtje, kan dat wel? Dat kan wel, ja. Oké, dat is goed. Nee, maar ik moet zeggen dat ik vond die kans.